Ik maak nog altijd radio en Jacques en ik, wij hebben samen radio gemaakt. Tussen 85 en 90. Dat was een programma in Hasselt en dat heette Sportcafé op een zondagnamiddag. En Jacques was daar de café-directeur. Die ging daar met de glazen rond. En zo'n 3 jaar geleden komt daar plots op een zondagnamiddag midden in het programma tijdens een interview iemand aan mijn mouw trekken en die zegt op een bepaald moment: Verschuren, ik wil nu op antenne. Ik wil eens wat komen vertellen over mijn zoontje Sven. Goed, ik laat die man op antenne. Die doet zijn klapje. En de week daarachter stond hij daar opnieuw. En dat heeft zo week na week geduurd tot wij die man beu waren. We hebben die buiten gekeken. En nu loop ik vorige zomer in Wenduinen over de dijk. En wie kom ik tegen? Verschuren. Kende mij nog? Volske Verzeelen. Ah, wel, zegt hem, ik zou nog eens graag meekomen. Beste vrienden, hij staat van deze morgen aan de deur van de Schakel. En voor we echt beginnen, gaan we hem even op het podium laten. Kijk, we beginnen er dadelijk mee, dan zijn we er ook direct vanaf. Mag ik u applaus voor de enige echte uit Afsnee, Fonske Verzeelen. Ja, hij wacht op een fotograaf. U mag nu een fotootje trekken van Fons. U mag een fotootje trekken van Fons. Ja, doet u maar. Voilà, kijk meneer. Ja, dat is tof. Nog 10 seconden. U mag nog eens, meneer. Ja, doet u maar. Ja, dankjewel. Mag ik eens iets vragen? Bent u de reporter van Kerk en Leven? Nee, maar omdat u naar Fons een kruis aan het mikken was. Maar goed. Fonske, ja maar. Hé, jong, kijk eens. Dit is... Fonske, dit is nu Waregem. Ja, werkelijk, het is de droom van ieder Vlaamse artiest om hier te mogen optreden. Werkelijk, de hel van Vlaanderen. Als je hier bekend bent, dan ben je overal bekend. Waregem, Iraham. Ja, Fonske. Zeg maar, als je die zaal zo ziet, jongen, het is toch eigenlijk tof, hè? Wat vind je van de kleedkamers? Ja, dat is precies een vluchtelingenkamp in Bosnië. Fonske, maar... Allee, nu dat je hier toch bent, Blankenbergen... Ja. Weet je het nog? Ja, vertel het maar. Ja. Ga ik het zeggen? Doen. Ja, maar niet te ver, Fons. Blijf hier, hè. Ja, maar ik ga het vertellen, hè, Fons. Dames en heren, Fonske Verzeelen, je houdt het niet voor mogelijk, is vorige zomer 2 volle maanden met vakantie geweest in Blankenbergen. 2 volle maanden. Ja, en elke dinsdagavond, waar stond Fons? Op de dijk in Blankenbergen? Aan het kijken naar de opnames van Fons? 10 om te zien. Ja, u weet het, VTM is mijn geliefkozen zender. En elke dinsdagavond stond ik op de dijk. Want als je eronder staat, dan ziet je niet goed. En werkelijk, ik moet zeggen, ik heb hem gezien. Zo groot was hij. Wie? Bart Kayel. Huh? Ja, ik stond op 350 meter. Ja, ik hoop hem ooit nog een keer zo te zien. Dat wil zeggen dat hij vlak voor mij zal staan, ja. Zeg, Fons, maar daar lopen daar in Blankenberg jongen, op zo'n dinsdagavond, hè? Daar lopen daar toch nogal wat vedetten rond, hè? Oh, dat is dus ongelooflijk in Blankenbergen. Hè? Je hebt dus in Blankenbergen de Hoofdstraat. Dat is dus de Kerkstraat en die gaat naar de kerk. En je hebt dus de eerste straat rechts. Dat is de Havenweg en die gaat naar de haven. Maar die is niet weg. En je hebt daar een viswinkel. Viswinkel René, met geweldige lekkere vissen. En ik was aan het wandelen met mevrouw Wiesken en Svenneke. En ze stond voor de viswinkel met een zonnebril op. Maar ik was niet zeker of dat zij het was. Stuk Steen stond ernaast. Zeg, mevrouw Wiske, dat is niet toch precies Miss Samaris, hè? Maar ja, ik was niet zeker met haar krolletjes en haar billetje of fijn gaan naartoe. Ze was waarschijnlijk vis gaan kopen. Zeg, dat zei jij toch, Miss Samara? Nee, nee, zegt ze, die reuk die komt uit de viswinkel. Fonske, jammer. Fonske, we gaan dat hier een beetje proper houden, jong. Zeg maar, jouw vrouw Marie-Louiske en Svenneke, zitten die in de zaal hier? Nee, ze waren er heel graag bij geweest. Maar ik heb dus wel de groeten. Hè. Ze heeft gezegd, die stopen, zegt ze, dat Raymond van het Groene Woud toch lang blijft leven. Oh. Wat heb ik met Raymond van het Groene Woud te maken? Anders zei jij de lelijkste in België, heeft ze gezegd. Fonske, ja. Maar hoe lang ben jij nu eigenlijk al getrouwd? Ik ben al 19 jaar getrouwd, ja. Zeg, hey, marcheert dat bij jullie nog een beetje? Oh ja, we zijn dus een echte Vlaamse familie. Een echt Vlaams blok aan mijn been. En werkelijk, Marie-Louiske en ik, wij passen geweldig goed op elkaar. Allee, Fons, jong. Zeg, en zo feestdagen en verjaardagen en Valentijn, wordt dat bij jullie thuis nog allemaal gevierd? Abba ja, want bijvoorbeeld Valentijndag viel toevallig dit jaar op 14 februari. En ik heb 's morgens bij het wakker worden heb ik mijn vrouwtje verast.
Je bedoelt een cadeautje gekocht? Oh nee, dat kost te veel. Ik heb gewoon een zesde gedaan. Ik heb gezegd, zoeteke, je moet vandaag de afwas niet doen. Nee, van zeg. En jij hebt hem gedaan? Nee, nee, ik zeg, doe morgen maar. Oké. En ze was tevreden? Dat ziet je van hier, ja. Zeg, volgens mij, nu heb jij dus 2 maanden in Blankenbergen gezeten, jong. Waar heb jij gezeten? Op Marva. Op camping Marva? Oh, ja, natuurlijk. Volgens mij, was dat nu een tentje, een caravan, een staankaravan, een mobilo misschien? Een staankaravan. En hij stond, want als hij ligt, is er iets aan. En werkelijk, in een staankaravan, fijn, fijn, fijn. Het enige vervelende is de motten. Eén keer de motten in uw caravan, maar niks weg te krijgen. Hè? Want ik was begonnen om 's morgens in de Leizen 50 mottenballen te kopen. Niks ervan, zo, die motten blijven vliegen. Hè? Dan heb ik in de ZB nog 200 mottenballen moeten bijkopen. Motten blijven vliegen. Voske, maar heb jij nu 250 mottenballen gekocht voor 1 staakaravan? Jong, dat je zo een mot geraakt hebt met zo'n balken, jongen, daar word ik mottig van. Hè? Oh, ja, die motten, die hebben het in de motten. Hè? Amai, dat is de mottige vent daar, zeg. Ja. Volske, maar... Dat is de mottige. Ja, volske, maar... Allez, je zit nu 2 maanden op zo'n camping, joh. In Blankenberg, en dan vraag ik mij af... Ja. Wat doe je dan nog op de ganse dag? Oh, ieder zijn gedacht, maar als het s'avonds goed weer is, hè. En wel, ik doe graag barbecue. Barbecue? Ja, dus met dat zwart aangebrand varkensvlees. En ik weet nog goed, stond ze een keer een avond aan mijn vuur. Je weet dan, alles is dan warm. Behalve het vuur. En ik stond in mijn bloot bovenlijf en mijn vrouw, Marla Wiske, zat een beetje goesting. Ja, je weet dat de vrouwen zijn. Ze was al zo'n keer op mijn achterwerk geweest. Dat is ook logisch. Ik ben een machotype. Dat kun je van u niet zeggen, met tristig vestje aan. Enfin, ze was zo'n beetje aan het foefelen. En op een gegeven moment zegt ze tegen mij... Oh, zegt ze, oh, my sweetheart. Ik zeg, ja, maar zoet ik niks. Ik zweet uw hart zelfs, zeg. Pas op, ze had nog geen klop gedaan. Ze had nog geen sausjes moeten opsmijten, hè. En dan heb ik een keer barbecue gedaan voor de geburen op de camping. Dus op camping Marva, internationaal, hè. Fransen, Duitsers, Engelsen. Zeg, kom, ieder land brengt zijn specialiteit mee. Dat is gemakkelijk om elkaar beter te leren kennen. Dik in orde. Bijvoorbeeld de Engelsen hadden gin en whisky meegebracht. De Duitsers hadden saucisse meegebracht. De Fransen hadden camembert meegebracht. Wij, de Belgen, hadden samosips en smitsips meegebracht. En de Hollanders hadden hun familie meegebracht. Ja, ja. Beetje lachen met de Nederlanders. Ja, maar zouden er hier nu vanavond toevallig Nederlanders in de zaal zitten? Maar nee, je hebt dan aan het reis 300 franken, joh. Oké, Fons, oké. Ja, Fons, maar één ding nog over de vakantie. Mensen die met vakantie gaan, hier ook, die maken wel eens vrienden. Ja. Leg jij nu makkelijk contact? Oh ja, ik heb nu met leren kennen uit Leuven. Louis, daar ben ik 3 weken samen met Hop getrokken. Ja. Louis uit Leuven. En wat was dat voor iemand? Oh, een eenvoudige mens gelijk. Ik zo'n beetje een kleine gestuik, zo wat kort haar, een roeper. Werkt ook op ministerie. Beetje jouw type, Fons? Geen van de slimste. Fons, kom maar. Je zegt nu Louis uit Leuven. Over wie gaat het? Louis Tobak. De Louis Tobak? Louis Tobak. Maar bedoel jij nu de minister? Is dat een minister? Kom aan, Fons, Louis Tobak. Ja, politiek in de zeven, maar dat kan toch geen minister zijn, leuk jongen, dan die me laat zijn botten sloeg, zeg. Hij was een keer bezig over de toiletten. Je weet, op de camping zijn de toiletten allemaal naast elkaar, hè? Nou ja, als ze op elkaar staan, ja, dan kakt op elkaar de kop, jong. Dan heb je wat voor van achter zijn, hè? Hij was zo'n keer bezig, ja, zit hem. Die toiletten zijn toch wel echt proper en hygiënisch. Overal zo'n wc-borstel is op plastieke potteke, maar ik gebruik toch liever wc-papier, zeg. Ja, en dan liep hem dan constant rond met een stuk in zijn oor, zeg. Zo zat als 100.000 man. Ah ja, zeg, dan ben ik verplicht van tenminste in één keer 19 pinten te bestellen. Ah ja, dan drank boven een toge plakkaatje onder de 18 geen bediening, zeg. Dat is... Ja. Dat kan toch de Louis Tobak niet geweest zijn, Fons? Zeg maar nu dat je dat zegt, jong, was hij al bezig over zijn vriend Willy Kaas. Klaas! Ja, de team is een vette gaar uit Hasselt. Pas op, die mens heeft wat voor gehad. Hij had vroeger het sturen van zijn auto links op zijn dashboard. Dan heeft dat nu in het midden van zijn dashboard moeten zitten. Want vroeger, als Willy Kaas zijn deur toetrok, zijn oren staken ertussen. En dan mee waarschijnlijk dat Louis Tobak al naar de Belgische kust ging. Want vroeger, hij vloog altijd naar Benidorm. Naar waar? Naar Benidorm. Huh? Maar had geweldig last van het vliegen. Je kent dat dus door de luchtdruk zo. Het zuizen in uw oren en zijn vrouw zijn in het gezicht. Dat wil Louis, zegt hij. Godverdomme, het is gewoon vest hier. Ah, Louis, zegt ze, gebruik Zumingum, hè. Dat is geweldig goed voor het zuizen weg te krijgen, maar Louis, hij had niet goed begrepen. Ze waren gehand in Benidorm en hij kreeg de Zumingum niet meer uit zijn oren getrokken. Zeg,
Ja, Fonsje.